Ook VVOG kreeg in het verleden te maken met racisme. Toen een speler van de club in 2016 oerwoudgeluiden naar zijn hoofd kreeg in de uitwedstrijd bij Hakkemaase Boys. Ik was wel in shock eigenlijk. Vandaag de dag is dat voorval nog niet vergeten. Het leeft zeker binnen de club en ook binnen de selectie nog. Er zijn een aantal jongens hebben die wedstrijd ook nog meegemaakt. Dus die voelen zich daar toch wel sterk aan verbonden. Sindsdien is VVOG vooruitstrevend om racisme uit het voetbal te weren. En daarom komt het nu met een speciale aanvoerdersband. Wij hebben vandaag een actie bij VVOG waarin we de aanvoerdersband aan alle teams overhandigen. Zo willen wij aandacht vragen voor respect op de voetbalvelden en een actie tegen racisme. Dat nadat het vorige week misging in het betaald voetbal. En dat is ook bij de jeugd niet onopgemerkt gebleven. Schandalig, maar ik vind het mooi dat je dan daarna ook een nieuwe band komt. En dat er dan ook respect mooi en duidelijk op komt te staan. En dat hoort ook respect tonen naar spelers, scheidsrechters, staf en verantwoording nemen. Zoals deze scheidsrechter ook doet. Het zijn nog jonge jongetjes. Ze moeten nog weten wat het is. En je moet het, als ouders moet je het gewoon aangeven wat het betekent. Wij vinden dat we als club daar een voorbeeld in moeten zijn. Nou, doen jullie dat zelf, maar moeten ook niet de KNVB zeggen, dit is wat wij gaan doen? Ja, het zou heel mooi zijn. Het is voor ons ruim 3,5 jaar geleden dat er een incident geweest is. Ja, het is nu gebeurt het weer. Dus eigenlijk is er in die 3 jaar tijd weinig veranderd. De mensen die zulke soort dingen doen, die moeten gewoon keihard aangepakt worden.